Stijn de Jonkheer, hoe voelt het om in een nieuwe ploeg te spelen? Ja, het is inderdaad een nieuwe ploeg. Hè. We hebben een beetje moeten improviseren vandaag. Maar kijk, we hebben 3-2 gewonnen en ik denk dat iedereen super gelukkig is. Hoe maakten jullie het verschil? Ik denk vooral in enthousiasme. Eens dat Matthijs uitgevallen was, kwam de druk volledig bij Mazeik. Wij hadden een ploeg aan bricolage. En we draaiden goed mee tot op het einde van de set. We winnen dan nog niet set. 2-1 komen we voor. Ik denk dat we verder gaan zijn op enthousiasme. De zaal stond ook in vuur en vlam en dat helpt wel bij dergelijke wedstrijden. Matthijs valt uit, Hendrik Tuurlings is geblesseerd. Dit knakroeslare hangt op papier enkel maar met Akenen en Hogen aan elkaar. Op papier wel. De vraag is hoe lang gaan we dat volhouden. We hebben heel veel enthousiasme, we zijn nog een jeugdige ploeg, we hebben er heel veel zin in. En ik denk dat we voorlopig daarop moeten teren. Baart dat u zorgen naar de toekomst toe, naar de komende wedstrijden? Ik denk dat we niet te ver moeten gaan kijken, match per match. En zorgen dat we in de finale geraken, dat is onze eerste doelstelling. We starten nu iedere wedstrijd een beetje als underdog. Maar dat is een positie waar we misschien wel graag in zitten. Dank u wel.